Welkom bij Mystica in Jarara Tarot. Ik ben Rara. Dit is de maandelijkse reading voor de maand mei 2022 voor de sterrenbeeld Ram. Ik heb de kaarten al gelegd. Ik ga beginnen met jullie reading. Sorry dat het wat aan laat kant is, maar ik zat zelf in een transformatie waardoor dit voor laat is. Maar jullie zijn de laatste tekens en dan heb ik iedereen gehad. Dan ga ik gelijk ook door beginnen met de maand juni. Alleen de maand juni zal wat kortere boodschappen hebben. Dus ja, want anders kom ik weer in tijdnood als ik weer in de transformatie zit. En ik moet me zo haasten ervoor. Maar dat wil ik zelf hoor. En ik vind als de andere reading hebben gehad, jullie ook dat verdienen. Dus sowieso. We gaan even kijken. Ja, wat de energiekaart zegt. Voor de maand mei, voor de Ram. Ik heb deze kaart en die zegt, nummer 35, opvoeding. Het leven is vol lessen, wees bereid om te leren. Dus je zal nog meer lessen krijgen die je moet gaan leren. Lessen die belangrijk zijn, waar je heel veel wijsheden uit gaat halen. En dat, zodat er ook positieve veranderingen gaan komen en dat jij spiritueel kan groeien. Want dan krijg je voorspoed in liefde en financiën. De begeleidende kaart is nummer 26 Koala. Spirit heeft een plan. Ja, als jij dus die lessen geleerd hebt en jij gaat spiritueel groeien, dan zal het universum ook iets voor jou in petto hebben, waar je ook wordt voor beloond. Maar ook door je levensdoel die je kan gaan neerzetten. Ja? Dan heb ik hier embrace. Word één met de kosmos en de aarde. Want dan zit je in balans en dan zit je meer in je kracht. Helpless en hopeless. Je mist jouw voorspoed in liefde en financiën omdat je heel veel obstakels op je pad hebt en je weet niet welke kant je op moet. Dan hebben we open up. Dat betekent je wordt begeleid om je basischakra meer te openen, om jezelf meer open te stellen. Ja, je mag je meer gaan openstellen. Openstellen op het aardse vlak. En misschien heb je heel veel mensen om je heen die ja, jou heel veel hebben aangedaan, waardoor je echt zoiets hebt, ik hoef echt niks meer. Ik wil weer terug naar waar ik vandaan ben gekomen. Maar, ik zal je zeggen, doordat jij dus niet meer open bent, ontvang jij ook geen boodschappen. En worden al je chakras geblokkeerd. Die rode chakra van jou is geblokkeerd. Waardoor ook je kruinchakra en ook jouw hartchakra, derde oog, ook geblokkeerd is. Dus mocht jij de intuïtieve ontwikkeling van mij willen, dat is een van mijn diensten. Dat is werken aan jezelf, helen aan jezelf. Je gaat al je chakras helen, al die blokkades van je chakras weghalen, zodat het weer door gaat stromen. Dat je weer open wordt en dat je meer gaat ontvangen. Meer gegrond bent, want dat leer je ook. Zelfliefde, spirituele groei. Als je depressie hebt, stress hebt, dan helpt dat ook bij met de intuïtieve ontwikkeling. Dus per persoon is het verschillend waar jij aan gaat werken. Het kan zijn dat het allemaal is. Het kan zijn dat er bepaalde stukken zijn die je gaat verwerken. Die wat voor jou nodig is op dat moment, dat ga je verwerken. En zo kan jij dus spiritueler gaan groeien. Even kijken, joy and stability. In het verleden had je de joy and stability. Je was gelukkig. En je stond gegrond. Je had succes. Jouw licht ging meer schijnen. En ook jou, je kreeg ook berichten door via je derde oog. Het universum zegt love.
Als jouw mannelijke en vrouwelijke één worden, dan kom je weer in balans en ga je spiritueel groeien. Kan ook hiermee te maken hebben met als de liefde tussen jou en je partner in balans is. Dan ga je spiritueel groeien, maar dan sta je ook meer in je kracht. Maar daar helpt het universum jou aan mee. Dan heb ik hier awaiting results. Je bent op iets aan het wachten. Iets, het resultaat waar je op aan het wachten bent, dat is positief. Want je gaat groeien. En het is een positief resultaat. Op werkgebied staat third eye chakra. Betekent dat jij ook spiritueel, dat jij visioenen krijgt. Dat jij via je derde oog veel ziet. Misschien dat je ook het spiritueel werk doet of wilt gaan doen. Mocht jij in je derde oog gewoon geblokkeerd zijn, dan kan je gewoon intuïtief ontwikkeling met mij volgen om het weer te openen. Want al je chakra's, als eentje geblokkeerd is, kunnen andere chakra's ook geblokkeerd raken. Dus het maakt niet uit welke chakra dat is. Crown chakra. Hier heb ik eigenlijk het gevoel, lieve Ran, dat er mensen misschien om je heen zijn die het niet zo met je menen en die jou pijn doen, waardoor jij geblokkeerd raakt of dingen zeggen of doen, waardoor jouw kruinchakra geblokkeerd raakt en dat jij geen informatie meer krijgt. Dus, ik heb het afgezegd van het intuïtieve ontwikkeling. Dan heb ik hier confront. Ga je schaduwkanten bekijken. Ga het allemaal bekijken en laat het dan los. Want er komt einde aan die schaduwmomenten. Dan hebben we hier balans. Je vrouwelijke en mannelijke wordt weer één. Maar het wordt pas één als jouw chakra's weer erdoor gaat stromen. En dan zullen er positieve dingen gebeuren. Positieve dingen zullen op je pad komen. Alles wat jouw wensen zijn, zal ook op je pad komen. Als jij één bent en balans bent, sta je meer in je kracht. Dus dan kan je veel meer. En dan komt er ook heel veel meer positiefs naar je toe. Trek het sowieso aan. Challenging times. Ja, je hebt heel veel uitdagingen. Maar daar komt ook een positieve verandering in. Je hoeft je niet meer te verdedigen. Je hoeft niet meer te strijden. Er komen positieve dingen aan voor jou. Even kijken. Dan heb ik hier de boodschapkaart. 10 van overvloed. De hemel heeft je enorm gezegend. Je gezinsleden voelen zich met elkaar verbonden en zijn een eenheid. Voor de kinderen wordt goed gezorgd. En als de tijd daar is, zul je comfortabel met pensioen kunnen gaan. Je hebt je gezin de waarde en de vreugde geleerd van het kunnen herkennen van goed en kwaad. En je mag heel trots op jezelf zijn. Wauw. Overvloed in liefde voor gezin, familie. Dus je hebt daar wel een overvloed in. Jouw gidsen. Wat willen jouw gidsen je vertellen? Dat is nummer 6. Geschenken, vreugdegidsen, ontvangen, verrassingen, vriendelijkheid, zegeningen. Het universum overstelpt je voortdurend met cadeaus. Het probleem ontstaat wanneer veel van deze hemelse geschenken onopgemerkt blijven en daardoor niet aangenomen worden. Ja, vreugdegidsen zijn echter in de buurt, optredend als boodschappers om te helpen dit probleem op te lossen. Ze vragen je te beginnen met het tellen van je zegeningen, dag na dag. En er niet één over het hoofd zien en voor lief te nemen. Je vreugdegidsen scheppen er behagen in met je cadeaus te overstelpen. Ze moedigen je aan je hart te vergroten, zodat het alles kan ontvangen wat ze je te bieden hebben. Begin elke ochtend met ze te vragen die dag met iets geweldigs te verrassen. En dan vlak voordat je naar bed gaat, maak je een lijst van alle dingen die ze je hebben geschonken. Zie hoe de lijst elke dag steeds langer wordt. Hun enige verzoek is dat je deze geschenken erkent en de goddelijke moeder en vader bedankt voor hun eindeloze gulheid. De boodschap van de vreugdegidsen open je hart en verwacht dat er goede dingen komen. Dus
Je krijgt echt heel veel geschenken. En neem het niet voor lief. Het kan een klein geschenk zijn. Het kan heel veel van die kleine geschenken zijn. Het kan een groot geschenk zijn tussendoor. Dus kijk wat voor geschenken je hebt. En probeer dit voor jezelf bij te houden. Als je dat wilt. Want je krijgt ze wel. Alleen je hebt gewoon heel veel lessen om te leren. Ja, daar kan je dus niks aan doen. Lord Shiva, transcendence. Rise up, honor your inner force. Steps are being given. Dance with the universe. Dit is, wij noemen hem Shubhava in het Hindoeïsme. Hij is tevens ook mijn vader. Zo zie ik hem. Ik was altijd bang van hem. Vanwege zijn slang. Daarom was ik altijd bang van hem. Maar hij kwam in mijn droom, kwam hij elke keer dichter, steeds dichter bij mij. Elke dag een stapje dichterbij. Tot ik niet meer bang voor hem was. En nu is hij mijn vader. Waarom? Omdat hij in zware tijden mij zoveel beschermd heeft. En beschermd voor mijn angsten. Dat ik gewoon geen angsten meer heb, over heb. Als ik bang ben, hoef ik hem alleen maar te roepen en hoef ik de mantra Om Namah Shivaya te zeggen. En het probleem of de angst is gewoon verdwenen. Dus jouw innerlijk is heel erg belangrijk. Ga meer mediteren, ga meer de rust vinden binnenin jou. Je wordt erin begeleid. Er worden jouw stappen gegeven die je kan gaan maken. Dance with the universe betekent go with the flow. Dus ja, dus Shiel is hier om te zeggen dat jij bent al krachtig genoeg. Je hoeft het alleen naar binnen te keren. En je hoeft gewoon te vragen aan jezelf. En je hoeft te vragen aan je hogere zelf. Aan jouw spirituele team. Je wordt begeleid. En zelfs je kan ook Shiva. Kan je ook heel veel dingen vragen. Hij is echt mijn vader. Als ik hem zie, word ik helemaal blij. Dat is echt heel mooi. Even kijken. Ik heb hier nog meer kaartjes voor jullie. Plezier. Laat je levenslust ook toe op het gebied van je seksualiteit met fijngevoeligheid en passie. Ja, ga met plezier beleven. Ga genieten van het leven. Ga je passie, je dingen die je leuk vindt, ga dat gewoon doen. Ontspanning is heel erg belangrijk voor jou. Kan ook op seksueel gebied zijn, maar het hoeft niet per se. Klank. Laat me de waarheid horen die achter de woorden van mensen ligt. Jij hebt mensen snel door. Mensen die iets zeggen, maar ze zeggen wat anders, maar bedoelen wat anders. En dat heb jij altijd door. Engel van dromen. Laat je dromen uitkomen. Ga je wensen na je dromen, laat die uitkomen. Je levensdoel. Ga je dromen laten uitkomen. Luister naar je intuïtie. Luister naar de tekens. Luister naar je dromen. Dromen geven ook heel veel boodschappen. En als jij je droom wil verwezenlijken, komt dat ook vaker in je droom voor om dat te kunnen verwezenlijken. Dus let ook op je dromen. Wat ik hier heb, pathway. Dat betekent dat je voorspoed krijgt in liefde, maar ook in financiën, ook in spiritualiteit. En er komen heel veel positieve veranderingen aan, want er gaat een nieuwe deur open voor jou. Daarnaast heb ik message of concern. Er komt misschien een negatief bericht of een bericht waarvan je heel erg schrikt. Maar het zal ten positieve zijn voor jou. Ja. Dan heb ik hier een message. En de thief. Dat betekent dat jij gaat weten wie je blazert of wie je bestilt. Iemand in je omgeving is niet zuiver. Let erop. Luister naar je intuïtie. Dan weet je wel wie dat zal zijn.
Deze persoon denkt dat hij in balans is, maar dat is hij absoluut niet. Maar je gaat het wel te weten komen wie die persoon is die jou wil blazeren of die jou wil bestelen. Ik heb hier nog vijand, valsheid en ik heb geschenk. Dat betekent dat er iemand is die heel erg vals is, die echt heel erg gemeen is. Ik denk dat diegene ook echt zit te azen op het geschenk wat je gaat krijgen. Misschien dat iemand komt te overlijden en dat je een erfenis krijgt. En waardoor dus deze persoon echt jaloers is. En of het echt aan het azen was op het geld. En die niet krijgt en die dus jou echt... Het is jouw vijand, dus pas op. Ja? Let goed op jezelf, pas op. Luister naar intuïtie. Als iemand niet goed voelt of niet vertrouwd voelt, afstand nemen. Yes? Dan hebben we de grote boodschapkaart en dat is... Dat is kaart 35. En leer uit alles. Wijsheid ontstaat door lessen te zoeken in alle ervaringen. Zowel goede als slechte. Uit het besef dat alles met elkaar verbonden is en dat alles met de reden gebeurt. Zelfs als de reden een raadsel is. Sta open voor een nieuw idee, een nieuw bewustzijn of de nieuwe wetenschap die u krijgt als u naar uw innerlijke stem luistert. En naar de menselijke en niet-menselijke leraren en boodschappers die uw leven doorkruisen. Ja, in alles zit een boodschap. In mensen die op je pad komen, situaties, de lessen die je leert. Daar leer je alles uit. Leer alles wat er te leren valt. En daarvoor zijn we hier gekomen. En dit is ons een grote leerschool, de aarde. Dus voor ons. En wij moeten hier dingen gaan leren. Zijn soms wel harde lessen. Soms leren we het niet in één keer. Dan moeten we wel harde lessen leren. En vooral voor eigenwijs mensen net als ik. Maar ja, weet je, we moeten gewoon er doorheen zien te slaan. We zijn sterk genoeg om dat aan te kunnen. Anders zouden we die lessen niet krijgen. En we zijn er hier niet voor niets. Dus kijk even naar mijn diensten. Wil je antwoorden, inzichten en adviezen? Dan raad ik je aan om de videoreading, de WhatsApp, e-mail WhatsApp consulten aan te de boodschapreading raad ik je aan en de belchat en videocall consulten. Wil je werken aan jezelf en helen van jezelf, dan kan je intuïtieve ontwikkeling kiezen. En wil je begeleiding, dan kan dat met intuïtieve coaching. Kijk even naar de diensten hieronder. Ik heb ze allemaal vermeld. Alsjeblieft, als je reageert via de WhatsApp. Ik heb mijn 06-nummer hieronder geschreven. Alles staat hieronder beschreven. Dus alsjeblieft. Doe het met de WhatsApp. Ja, niet met e-mail of wat dan ook. Daarmee werk ik het makkelijkst met WhatsApp. Yes? En voor België of voor andere landen, dan is dat gewoon volgens mij 316. En dan kan je je 06-nummer intoetsen en dan kan je mij krijgen op je WhatsApp. Yes? Nou, like, abonneer en laat belletje rinkelen om mijn video's te ontvangen. En laat me weten of deze boodschap met jullie resoneert. En en wat de situatie bij jou afspeelt, dat zou ik wel willen weten. Dus laat me weten en ik hoop dat gewoon alles goed met je zal gaan. Maar mocht jij toch problemen hebben en net wat ik zeg, je chakras zijn echt helemaal... geblokkeerd, dan kan ik je daarbij zeker helpen. En op alle andere vlakken ook. Ja? Nou, dit was jullie reading. Tot de volgende maand. Doeg!